We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldt voor vandaag 14 juni. In de avond zijn er lokaal lichte, soms matige buien en enkele geïsoleerde onweersbuien. Er is kans op een kortstondige zware bui. De verwachting voor geheel Suriname in de nacht is weinig bewolking en droog, met uitzondering van Para, waar er af en toe een lichte bui kan plaatsvinden, maar het kan ook lange tijd droog zijn. In Brokopondo wordt het tijdelijk bewolkt met buien en in Sipaliwini zijn er perioden met onweersbuien die soms gepaard gaan met windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er vandaag, vooral in het kustgebied lokaal, een matige onweersbui of zware bui mogelijk kan zijn.